Hoi, welkom in het continent van Content Veen. Vandaag beginnen we net iets anders dan normaal. Ons avontuur begint in de prachtige winkelvallei toen kapitein Knallert even ging kijken bij zijn mooie houtwinkel. Tot zijn grote verbazing was alles uitverkocht. Waarom vertelt niemand mij dat er geen hout meer is in de winkel? Kapitein Knallert heeft natuurlijk de beste winkel in heel het continent. Dus hij is gelijk heel veel sproeshout gaan hakken. De bomen kwamen bijna tot de wolken. Ik meen het, ze waren echt super hoog. En niet alleen sproeshout, maar ook natuurlijk dark oak hout. Voor alle cowboys in het continent. Maar helaas ging dit niet zonder problemen. Kapitein Knalnut, zijn dure, prachtige netherite axe, was kapot. Je ziet wat deze man allemaal over heeft voor zijn winkel. Hij wilde gelijk een nieuwe axe maken, maar al zijn diamonds waren ook nog eens op. Het is niet te geloven. Dus kapitein Knalnut dook gelijk de mines in. Hij moest vechten voor zijn leven om hier en daar een diamond te kunnen pakken. Van grote hoogtes naar beneden hakken, zodat hij die diamonds kon hakken. Tussen de gevaarlijkste kiertjes door, zodat hij die diamonds kon hakken. Nu ik eigenlijk zo naar die beelden zitten kijken, heb ik best wel veel diamonds gevonden. Hier heb ik nog diamonds gevonden. Hier heb ik nog diamonds gevonden. Hier waren helaas geen diamonds, dus liepen we gewoon door. Oh, nee. Ah, je dacht dat ik ze niet zag, hè? En nog meer diamonds. En nog meer diamonds. Zelfs boven de lava. Wat een moeite moest ik doen. Ah, wat was het ook eigenlijk een avontuur. En dit alles voor die winkel. Maar goed, laten we maar snel beginnen met de rest van de video. Goed, jongens, welkom allemaal bij de Content Veen aflevering. Zoals jullie in de intro hebben kunnen zien, heb ik al een heel avontuur gehad. Ik dacht, ik ga gewoon een keertje goed voorbereiden voor een aflevering. Ik wil bomen hakken voor mijn houtwinkel. Alleen toen ging mijn axe stuk, waardoor ik ook heb moeten minen. Omdat ik dacht, ja, dat wil ik ook niet in de video doen. Dus zoals jullie in deze shulkerbox kunnen zien, heb ik al belachelijk veel... Nou, belachelijk veel, dat valt eigenlijk wel mee. Het is gewoon een beetje... Ik heb een beetje gemined. Het is helemaal niet heel veel. Maar wat ik wel heb, jongens, is heel bijzonder... is deep slate coal ore. Ik ben erachter gekomen dat dit een van de meest zeldzame... blokken is om in Minecraft te hebben. Wist ik niet, maar ik heb ze maar gehakt voor de zekerheid. Hartstikke leuk. Ik heb ook wat diamonds, ik heb wat goud, wat redstone, ijzer, lapis lazuli, bla bla bla. Alleen ja, ik wil dus een nieuwe axe maken, maar mijn diamonds waren op. Dus wat mijn planning nou is, is om heel eventjes mijn andere pickaxe te pakken. Ik heb namelijk als het goed is ook nog een pickaxe met... hier, ja, Fortune 3. Dus we gaan even wat leuks doen. We gaan van alles gaan we een toren bouwen. En dan gaan we die weer opnieuw naar beneden omhakken. Behalve de deep slate core, omdat die dus blijkbaar bijzonder is. En dat gaan we heel even op het eiland hiernaast doen. Dan beginnen we met... Zullen we gewoon met de deep slate beginnen? Of met de koper? Kijk, we gaan gewoon een simpele toren bouwen. En gaan we gewoon kijken hoe hoog we kunnen. En dan gaan we daarna gaan we het allemaal opnieuw naar beneden hakken. Maar dan krijgen we natuurlijk gewoon de ores. En eigenlijk boeit bijna niks me echt. Behalve het ijzer en de diamonds. Vooral de diamonds had ik nodig. Ik moet natuurlijk gewoon een nieuwe diamond axe kunnen maken. Niet moeten enchanten. Dus ik heb letterlijk alleen nog maar pickaxe. Want 2 à 3 afleveringen geleden is mijn shovel ook stuk gegaan. Wat ook niet heel handig is. Dus het is wel gewoon tijd voor nieuwe tools. Ik ben benieuwd hoe hoog ik kan bouwen. Volgens mij kan ik nog wel even. Die berg daar is namelijk echt nog veel hoger. Oké, we gaan over op de lapis lazuli. De kool is ook zelfs op. Ik moet nu niet naar beneden vallen. Want als ik dat doe, dan moet ik weer helemaal opnieuw omhoog bouwen. Oké, we gaan redstone gaan we doen. Ik denk dat ik zo meteen wel op bouwhoogte kom. Dat ik gewoon niet meer verder kan. Nou, we zijn inmiddels ook over op de gold. Want mijn redstone is ook alweer op. Oh, joh, ik mag echt niet naar beneden vallen. Ik mag echt niet... Kijk hoe hoog ik ben. Ik kan letterlijk heel de winkelvallei vanaf hier gewoon... Wow, nu kan je eigenlijk zien, jongens, hoe dicht ik op de winkelvallei woon. Mijn basis is gewoon hier en de winkelvallei is daar. En oh mijn god, ik kan zelfs Floor en René hun basis zien vanaf hier. Hier is mijn basis. En als we dan langzaam daarheen gaan, heb je de basis van Floor en René. Zo hoog zit ik op het moment. Ik vind het wel echt heel cool dat ik van zo hoog kan kijken nu. Zo zie je maar, de wereld oogt altijd zo groot. De het continent. Kijk, je kan mijn nieuwe waterval kan je ook mooi van de vier zien. Maar als je dan volgens zo hoog zit en je kijkt naar mijn basis, naar de kraken en het spookhuis en zo. Dan hebben we kapitein Bruinbaard, de winkelverleider, de basis van Flora en René. Gewoon basically Japan is dat. Zit het best wel dicht op elkaar. Oh, ik ben er. Building limiet. Nou, daar gaan we. Met de andere pickaxe gaan we alles hakken. En dan ben ik heel benieuwd hoeveel blokken ik krijg. Wacht, laten we het goud hier nog even bij doen, deze. Zo, en dan doen we zo meteen doen we het ijzer en de diamonds. Gaan we eerst dit allemaal hakken. Ik ben benieuwd hoeveel oors je krijgt. Als het goed is, moet ik namelijk meer oors dan dat ik... Nee, sorry. Ik moet raw gold krijgen. My bad. Ik moet meer goud en meer lapis en meer redstone en meer kool krijgen dan dat ik als oors zat. Omdat ik natuurlijk de Enchantment Fortune 3 heb. En het kan wel even duren voordat ik helemaal beneden ben. Goed, we zijn helemaal weer beneden en we hebben... Jemig, wat hebben we veel. Oh, wat is dat veel, jongens. Oké, wacht, laten we dit eerst even wegleggen. Oh, dit is heel veel. Dit is echt veel meer dan ik had verwacht. Neem heel even deze shulkerbox weer mee.
Goed, dan is het tijd voor de tweede toren. Laten we eerst al onze spulletjes hier even indoen. Oh, ik had deze kool had ik ook. Oh nee, deepslate kool, die wilde ik natuurlijk niet slopen. Zo, dan is het tijd voor de diamonds en het ijzer. Doen we de diamonds onderop. Ik hoop echt dat ik twee stack diamonds, jongens. Daar ga ik vanuit. Twee stacks diamonds zou heel chill zijn. Ik heb namelijk bijna één stack van die blokken heb ik kunnen minen. Maar misschien dat ik net niet op twee stacks uitgekomen. 3, 2, 1, hoppakee. Nou, en dan gaan we het gelijk weer naar beneden hakken. Hebben we ook weer wat ijzer. Al moet ik zeggen, er is een ijzerwinkel, dus daar zouden we het ook allemaal kunnen kopen. Alleen, wat ik toch aan het minen was, op naar diamonds voor aan het zoeken, dacht ik, kan ik net zo goed wat ijzer meenemen. Als je toch tegenkomt, waarom laat je het dan liggen? Oké, we zijn aangekomen bij de diamonds. Ik ben heel benieuwd. 3 diamonds zijn... Oh, dit gaat toch goed komen. 2 stacks? Denk het niet, eerlijk gezegd. Denk niet dat ik dat red. Waarschijnlijk wordt het 1,5 stack of zo. Ja, 100%. Niet eens 1,5 stack. Maar 2 diamonds was of 2 stack diamonds was wel heel ambitieus. Ja, 1,5. Hier, 1,5 stack hebben we ongeveer. Ook heel goed, jongens. Gewoon 1,5 stack diamonds ben ik heel blij mee. Dat is meer dan dat ik volgens mij ooit in deze survival heb gehad. Oh, en mijn pickaxe is gelijk gerepareerd. Omdat er natuurlijk mending op staat. Goed, jongens. Succesvol avontuur. Dan kunnen we een nieuwe axe maken, een nieuwe shovel maken. En kunnen we ook nieuw eten kopen, want ik ben nu aan appeltjes aan het opeten. Dan zou je afvragen, hoe kom je nou aan die appeltjes? Nou, als je in de intro goed hebt opgelet, jongens, heb ik hier op deze plek heel veel dark oak en heel veel spruce gehakt. En zoals je kan zien, in deze kist allemaal dark oak logs, een beetje spruce. En hier helemaal vol met spruce logs. Dan snap je ook wel dat mijn axe stuk is gegaan. Ik heb zo belachelijk veel hout gehakt. En ik wilde eigenlijk nog meer hakken, want ik wil ook nog jungle hout. En ik wil ook nog normaal ook hout wil ik gaan verkopen weer in mijn winkel. Dus dit moeten we allemaal gaan bijvullen. Maar voordat ik dat wil gaan doen, jongens, wil ik heel eventjes mijn axe en mijn shovel maken. Het enchanten moet dan nog heel eventjes op zich laten wachten, omdat ik gewoon nog niet de levels daarvoor heb. Maar zoals je hier kan zien, heb ik heel veel blokken voor een prachtig bouwwerkje. Laten we die heel even meenemen zo. Stoppen we deze even hier, halen we er zo 4 diamonds uit. Hebben we een shovel en hebben we een prachtige pick of een axe. Dan nemen we die shulkerboxen met blokken mee. Want in de vorige aflevering zei ik al dat ik weer verder wilde met een project waar ik een tijdje niet meer mee bezig ben geweest. En toen mochten jullie in de reacties raden wat het is. En bijna iedereen die gokte dat ik de schiereilanden daar af ging maken in de verte. Kijk, die schiereilanden die zijn zelf natuurlijk al af. Alleen er moeten wel nog dingen opgebouwd worden. Er staat alleen die schatkist. Ik kan het nu niet zien door de boot die hier staat. Maar ja, er moeten wel nog dingen op de schiereilanden gebouwd worden. Alleen, dat is niet wat ik wilde gaan doen. Dus jullie hadden het allemaal fout, sukkels. Jullie zijn geen sukkels, jullie zijn goede kijkers. Maar in ieder geval, dit hier jongens. Het grote schedeleiland is gewoon nog lang niet af. Er zit zo'n groot gat hier. Het ziet er niet uit van de zijkant. Dus het is vandaag eindelijk een keertje tijd om het schedeleiland af te maken. Los te koppelen van het stuk land hier, dat het echt een eiland wordt. Want nu is het natuurlijk gewoon niet eens een eiland, het is gewoon schedelberg. Maar ik wil denk ik ongeveer vanaf hier zo, denk ik dit punt hier, wil ik gewoon groep, zo een gat doorheen maken. Dan wordt het echt een eiland, dan maken we hem rond, dan maken we hem af en dan ziet het er eindelijk een keertje goed uit. Dus laten wij de shulkerboxes erin bouwen bij mijn cactusfarm hier denk ik. Ik denk dat ik mijn shulkerboxes gewoon hier neerzet. Zo. Ja, dat is wel goed. Doen we deze ijzer even erbij. Doen we de... Oh, waar is mijn piratenhoed? Huh? Waar is mijn piratenhoed? Hij is weg. Oh, waarschijnlijk heb ik hem in een kist gedaan, jongens. Waarschijnlijk heb ik hem in een kist gedaan. We hebben hem weer, jongens. Geen zorgen. Zo. Hoppakee. Laten we even Tukkie doen, inderdaad. Goed. Dan gaan we deze berg hier een keertje afbouwen. Misschien heb ik in de tussentijd dan, terwijl deze timelapse gaande is, ook wel even wat spulletjes enchant. Misschien ook niet. Ik weet niet of ik dat ga doen. Maar het is gewoon tijd om deze berg af te maken. Dan is het schedeleiland een keertje af. Dit ziet er namelijk niet uit van deze kant. Als we dat gedaan hebben en hij is helemaal af, is het tijd om dit hout naar de winkel te brengen. Dit moet natuurlijk wel in de winkel terechtkomen. Maar daarvoor wil ik ook nog even andere hout hakken zometeen. En daar kan ik gewoon mijn prachtige bomenfarm hiervoor gebruiken. Namelijk oakhout, junglehout, birdshout. Daar kan ik allemaal in de bomenfarm doen. Maar eerst moet de bomenfarm even af. Dus veel plezier met kijken naar deze timelapse in 3, 2, 1.
daar zijn we weer en we hebben zo hard gebouwd dat we gewoon in een andere ruimte terecht zijn gekomen. Ik ben weer van computer gewisseld. Niet dat het heel belangrijk is, maar we zijn klaar met het schedeleiland. En wat ben ik blij met het resultaat. Ik zie hier wel nog één dingetje die ik even weg wil halen. Dat is waarschijnlijk nog een bordje van Rick. Gadverdamme. Het is een bordje van Rick. Weg ermee. Nee, maar het eiland is helemaal klaar. We gaan heel even naar binnen. Want dan kan je zien dat het zelfs van binnen helemaal lelijk is. Maar dat komt omdat ik hier eigenlijk bijna nooit binnenkom. Misschien alleen af en toe voor mijn bomenvorm. Ik heb toevallig vandaag nog even bomen gehakt. Maar als wij even rondom Schedeleiland varen, kan je zien dat die gewoon compleet afgebouwd is. Ik moet hier onder water alleen nog even alles een beetje mooi maken. Maar had ik eerlijk gezegd nog geen... Ik wil tijd zeggen, maar eerlijk gezegd, ik had er gewoon geen zin in. Dus ik heb nog even de onderkant hier niet gedaan. Dat komt allemaal wel een keertje. Dit ziet er ook gewoon goed uit. En kijk dan jongens, vooral deze kant ben ik heel blij mee. Dit was natuurlijk normaal altijd één grote open ruimte. En dat zag er lelijk uit. En wat ik vat allemaal. En ik heb nu gewoon zo'n soort ruige rots gemaakt. Met uitstekende punten. Ja, dit ziet er leuk uit. Dit ziet er echt heel leuk uit. Kijk, een skeleton voelt zich gelijk wel helemaal thuis. Daar is een grot. Die moet ik misschien nog even belichten. Maar Schedeleiland is eindelijk een soort van af. Er missen alleen nog bomen. Blaadjes en grasprietjes. Het enige wat ik nog niet gedaan. Kijk, daar zijn wel bomen. Maar aan de andere kant hier. Hier zijn nog niet echt bomen, weet je. Dus dat mis nog bomen en blaadjes. Maar ik twijfel om er misschien ooit nog een extra huisje op te bouwen of zo. Of misschien een bruggetje hier naar beneden. Of een bruggetje van dit naar dat. Dus tegen de tijd dat we dat gaan doen. Misschien hebben jullie leuke ideeën. Laat het zeker even in de reacties weten als je een leuk idee hebt. In ieder geval, dat komt allemaal wel. Ga weg, skeleton. Verbrand nou lekker. En dan heb ik nog een aantal dingen gedaan in de tussentijd, jongens. Ik heb dit hele eiland hier natuurlijk afgebouwd. Ik heb niet mijn spulletjes geënchant. En dan denk je, hey, waarom is deze dan wel enchanted? Dit is lekker scheppen. En dat is de shovel van meneer KB. Die moet ik heel even teruggeven aan hem. Ik heb hem mijn boor gegeven. En dat was een shulkerbox met alle oors die ik gemined had aan het begin van deze video. Die heb ik aan meneer KB gegeven. En zodra ik zijn shovel weer teruggeef, krijg ik mijn shulkerbox met al mijn diamonds. En zo krijg ik ook weer terug. Dus dat gaan we zo meteen even doen. Dan heb ik overal waar ik kisten had staan door het hele continent. Dat betekent op deze plek. Op deze plek hier. Oh, hier staat nog een kist zelfs. Wacht, die nemen we ook even mee. En in het Schedeleiland zelf, er waren drie plekken. En, in de winkelvallei, er waren vier of vijf plekken waar ik gewoon kisten had staan. Met allemaal spulletjes van mij. Die hebben allemaal opgeruimd en gewoon in mijn schip een keertje opgeborgen. Dus mijn hele chestroom is eindelijk een keertje up-to-date. Ik ga het laten zien. Oh, en voor de mensen die het al op was gevallen. We hebben een nieuwe erbij. Er stond altijd alleen de kaars. En jullie kennen... Ik wil even... Kennen jullie de namen van deze karakters van de oude Disney-films? Vast wel. Vast wel. Maar jullie kunnen nu altijd zien hoe laat het is. En dan weten jullie af en toe hoe lang we bezig zijn met dingen. Dat vind ik wel leuk. Dan kunnen jullie gewoon letterlijk de tijd zien. Het is nu 2:50. Of wat is het? 2:55. 2:50 smiddags. En dat kunnen jullie voortaan dus nu zien via de twee karakters daar. Ik ben echt benieuwd of jullie... Bijna iedereen kent die namen van hun wel. Maar laat maar even in de reacties weten als jij die namen echt kent. In ieder geval van Bella en Beast. Dat is wel heel simpel. Dat klinkt een beetje stom, alsof ik echt mega fan ben van Belle en Beest. Ben ik niet. Maar ik ben laatst in Disney geweest en ik vind ze er gewoon echt leuk uitzien. Dus daarom heb ik ze gehaald. Het is echt alsof ik een mega fanboy ben van Belle en Beest. Wat moet ik zeggen? Belle en Beest is wel goaded. Oké, laten we even deze spulletjes opruimen die ik hier allemaal zojuist heb gepakt. Oh, ik heb geen ruimte meer voor dirt. Oh jee. Kijk, ik heb wat dingen aangepast. Ik heb hier, waar ik al mijn cobblestone en zo had, heb ik wat iets meer steen gewoon gesorteerd zoals het hoort. Zoals je nu kan zien. En dan heb ik hier al mijn cobblestone en steen gedaan. Want ik had veel meer kisten nodig. Aangezien ik best wel veel cobblestone en normaal steen heb. Ik krijg het nu net verkeerd om, maar dit is normaal steen, dit is cobblestone. Ik heb daar te veel van om dat maar in één of twee kisten te doen. En ik wist helemaal niet dat ik zoveel had, maar omdat het op zoveel plekken lag, had ik het gewoon niet door. Dus ja, we hebben nu voortaan hier al mijn steen en cobblestone liggen. Goed. Dan is het natuurlijk tijd voor wat heel belangrijks, jongens. Eigenlijk het complete thema van deze video. Of het complete thema, het grote thema van deze video. Dat is mijn winkel eindelijk een keertje weer bijvullen. Dus laten we heel even snel naar mijn winkel gaan. Want ik heb daar allemaal spulletjes klaargelegd. Zijn we even snel met Benno onderweg? Oh, ik ben een lead vergeten. Wacht even, anders raak ik Benno weer kwijt. Daarom moeten de stallen komen in de winkelvallei. Ik hoop dat meneer KB die snel gaat maken. Stallen in de winkelvallei. Voor nu nemen we maar gewoon een eigen lead mee. Zo, aangekomen. Dan zetten wij mijn paard eventjes bij mijn winkel neer. Ik zit even te denken, waar ging ik ook weer heen in de winkelvallei? Maar naar mijn winkel natuurlijk. Hoppakee. Dan, zoals ik al zei, heb ik allemaal spulletjes klaargezet. En niet alleen spulletjes om mijn winkel bij te vullen, maar ook
om een klein, kleine rework binnen te geven. Dus ik wil niet heel veel veranderen, maar ik wil de instelling van waar de kisten staan en zo een beetje van iets gesorteerd. Dit ziet er niet echt uit. Dan wil ik hierboven nog een klein plekje maken waar ik dingen kan verkopen. En ik wil hier een groot reclamebord neerzetten dat mensen naar mijn winkel toe moeten en niet naar het tentje van Floor. En ik wil ergens deze aflevering wil ik Floor de winkel nog in de fik zetten. Ik hoop dat het gaat lukken. Maar goed, we hebben hier de spulletjes om de winkel een beetje te verbouwen van binnen en om het reclamebord neer te zetten. En hier heb ik allemaal shulkerboxen met het hout dat ik verzameld heb in de afgelopen dagen. En de leaves die ik nog over heb. Maar trouwens, dit heb ik in de video gehakt. Dit is de hele intro van deze video. Ging om dit houtdak. Dus dat hebben jullie al gezien. Ik wou zeggen, dat heb ik helemaal niet met de camera uitgedaan. Dat heb ik gewoon letterlijk laten zien. Dus laten we heel eventjes hier in het reclamebord neerzetten. De winkel van binnen een beetje omtoveren. En dan heb ik een leuke verrassing voor het reclamebord. Want ik heb daadwerkelijk hele mooie reclame. Veel plezier kijken naar de tweede timelapse van deze aflevering. Waarschijnlijk mini timelapse. Ik denk niet dat ik heel lang bezig ben. Maar het is nu, zoals jullie kunnen zien. Nu is het echt 2:10. Kijk zo meteen maar naar zijn dikke neus. Net als mijn dikke neus. Nee, sorry. Kijk maar zo meteen naar zijn dikke neus. En dan kunnen jullie zien hoe laat het is. Tijd om te bouwen! Jongens, we keren terug naar een mini timelapse. En uiteindelijk duurde dit iets langer dan verwacht. Niet vanwege het bouwen. Het bouwen was echt letterlijk binnen 10 minuten klaar. Maar het organiseren van hoe ik alles gevuld wilde hebben en zo binnen, dat duurde uiteindelijk even iets langer. Zoals je kan zien, we zijn bijna een uur verder. Een uur? Vroeger heeft het echt een half uurtje geduurd. Oh jee, we worden bijna aangevallen. Maar goed, jongens. Ik ga even laten zien aan jullie wat ik allemaal heb gedaan. We hebben hier een reclamebord neergezet. Maar zoals je kan zien, de reclame zit er nog niet op. En ik heb waarschijnlijk later deze dag met meerdere mensen afgesproken om een grote heropening te doen van mijn houtwinkel. Dus voordat ik de reclame erop ga zetten, wil ik nog heel even wachten tot iedereen online is. Op het moment zijn alleen Char en Wouter, of Joris bedoel ik online. Dus de reclamebord staat klaar. Alleen de reclame moet er nog even opgeplopt worden. Maar nogmaals, later deze aflevering dus. Dan heb ik wat houtbalkjes hier neergezet, zodat mensen kunnen zien dat er echt wordt gewerkt aan hout in deze winkel. Dan kunnen we dit officieel failliet verklaard bordje eindelijk ook aanpassen naar officieel heropend. Heropend, zo. Ik weet niet of je het zo schrijft. Heropen, geen idee. Heropen, dat klinkt niet goed dit. Ik heb het even opgezocht en ik heb het echt helemaal fout geschreven. Het moet zo, heropend. Oké. Officieel heropend. Dan kom je binnen nu. En dan ziet het er inderdaad iets gesorteerder uit dan dat het eerst was. We hebben hier rechts 3 stacks voor 1 diamond. Hebben we heel veel oak leaves die wij tegenwoordig ook verkopen, jongens. Hoppakee. Dat is helemaal top. Dan gaan we hierheen. Hier kan je voor 1,5 stack kan je 1 diamond. Of voor 1 diamond krijg je 1,5 stack. En ik heb behoorlijk wat dark oak blokjes, jongens, te koop. Dan hebben we hier 1 stack is 1 diamond. En dat komt omdat ik eigenlijk oak locks heb je niet zoveel. En dat kost zo belachelijk veel bone meal om dat gewoon te hakken. Of ik moet helemaal naar bossen gaan. Maar het kost zoveel bone meal om heel veel oak logs te hakken, jongens. Dus misschien dat ik dit later een keertje. En ik heb er helemaal niet zoveel. Dus dit is het enige wat nog achterloopt. Dus dat komt nog wel een keertje dat we deze helemaal beter bijvullen. Dan hebben we hier nog 1,5 stack voor 1 diamond. Is het spruwzout. Verkopen we ook heel veel spruwzout weer. We hebben hier natuurlijk een ender chest staan voor mensen. Die ga ik wel heel even verplaatsen, de ender chest. Even kijken, die wil ik op een iets betere plek hebben. Waar gaan we een ender chest plaatsen? Hier, ik denk dat dit gewoon een betere plek is. Ja, dit is... Ja, veel... Nee, minder mooi. Minder mooi. Hier moet deze... We doen hem wel gewoon daar. Dat is weggestopt in het hokje. Hokje, uiteindelijk. Hoekje bedoel ik, sorry. Dan hebben we hier een ladder omhoog. En als je omhoog klimt, jongens, ja... Dan verkoop ik hier tegenwoordig ook gravel. Uiteindelijk wil ik een losse winkel voor gravel en dirt maken. Maar voordat we dat hebben, dacht ik, laten we het gewoon heel even snel hier in deze winkel erbij verkopen. 3 stacks voor 1 diamond en ik heb behoorlijk wat gravel te koop. En hetzelfde voor dirt. 3 stacks voor 1 diamond. Behoorlijk wat dirt te koop. En that's it. En dan zou je denken, Max, waarom verkoop je geen birchhout, geen junglehout, geen mangrovehout? Nou, ik heb dat zelf ook heel veel nodig. En het is heel moeilijk te hakken. Vooral mangrovehout is heel moeilijk te hakken. Dus ik dacht, weet je, stik in je mangrovehout. Stik in je birch jungle. Oh, hallo. Ik ga jou vermoorden. Ik schrok echt heel erg van jou. Ik schrok heel erg van deze man. Zijn jullie nou boos op mij? Nee, toch? Nee, jullie zijn niet boos op me. Maar goed, mijn winkel is dus bijna heropend. Vanavond, waarschijnlijk rond 8:30, wil ik dat gaan doen. Dus zoals jullie nu kunnen zien, het is 3 uur. Dus dat gaan we nog niet doen. De reclame komt te laat. Pas op. Auw.
Ik moet ook nog even een ceremoniële fakkel erbij maken. Zodat we de winkel van Floor in de fik kunnen steken. Floor is ook veel duurder. Dus ik denk serieus, nu mijn winkel weer is bijgevuld, dat mensen gewoon weer naar mijn winkeltje gaan. Mijn is goedkoper. Het ziet er leuker uit. Ik heet geen Floor. Niet dat er iets mis is met de naam van Floor. Er is gewoon wat mis met deze Floor. Nee, grappig Floor. En ik irriteer me altijd dat deze NHS. Die moet eindelijk een keertje omgedraaid. Het moet zo staan. Kijk. Nou, laten we dan even teruggaan naar mijn basis, jongens. En ik denk dat we dan letterlijk moeten wachten tot het tijd is om de winkel te openen. Dus ik zie jullie straks. Ik gok rond 8:30, misschien wat eerder, als we de houtwinkel gaan openen. Goed jongens, we zijn zoals je aan de klok kan zien. Het is 8:30, precies zoals ik had gegokt. Nou, gegokt, ik had zo afgesproken met iedereen. Maar we staan hier, nog niet iedereen is er. Iedereen is wel online, of heel veel mensen zijn al online. Maar ik kan jullie alvast wat verklappen. Jongens, wat vinden jullie van mijn reclamebord? Ik heb hier een grote billboard neergezet met nu open. Met mijn poppetje die lekker naar de houtwinkel aan het kijken is. En dit ziet er toch geweldig uit. We gaan zometeen de grote opening doen. Ik heb de ceremoniële aansteker heb ik bij me om Floor de winkeltje af te branden. Maar ik heb hier een waarschuwing gekregen. Dus laten we die eerst even lezen. Beste piraat. Ik zie dat je eindelijk hebt besloten je houtwinkel bij te vullen. Viel best wel mee hoe moeilijk het is toch? Het viel op zich wel mee. Nu heb ik een beetje een idee gekregen hoe piraten te werk gaan. En ben ik genoodzaakt om hierbij een officiële waarschuwing te geven. Om niet aan mijn houtwinkel te komen. En deze met rust te laten. Mocht je toch besluiten om mijn houtwinkel lastig te vallen. Dat zijn de consequenties voor jou. Groetjes Floor. Oh jee. Oh jee jongens. Nu ben ik wel bang. Moet ik Floor de houtwinkel wel afbranden? Ik heb wel een leuk idee hoe ik daar een goede reden voor kan geven. Maar ik zie dat langzamerhand iedereen aan het verzamelen is. David is er, Pato is er, Char is er, Floor is er. Zelfs Justin is er. Zelfs Justin is er. Oh, wat ben ik blij met mijn reclamebord. Nou, laten we beginnen met de opening van mijn winkel. Dames en heren, meneer KB. Zelfs Justin is bij de grote opening. De heropening van mijn houtwinkel. Ja. En de ceremoniële afbranding van Floor haar houtwinkel. Het is eindelijk zover. Nee. Het is dat gaan eindelijk we niet zover. Doen. Wie is het er mee eens als we Floors winkeltje vandaag afbranden? Ja. Pas op, hè. Wie heeft er hout over een maand? Anders heb je geen hout over een maand. Jawel, ik ga vanaf nu netjes mijn houtwinkel bijhouden. Jullie weten hoe consistent ik altijd bij mijn houtwinkel. Ik heb zelfs een mooi billboard voor jullie neergezet hier allemaal. Dan kunnen jullie allemaal gewoon kijken naar hoe mijn houtwinkel open is. En het leuke is, over een weekje is het billboard van iemand anders. Dus als iemand een leuke poster kan maken en hij wil heel graag die poster daar hebben hangen, dan mag dat. Dan moet je dat zeggen. Dan ga ik met mijn laddertje, kom ik wel met mijn rollertje, ga ik voor je vastplakken, oké? Moet je daarvoor betalen? Heb je geen verrijker of zo? Is dat omdat je een week weer leeg is? Nee. Okay. Je hoeft er niet voor te betalen. Maar het moet wel om zijn beurt gaan. Er komt wel, zeg maar, een wachtrij voor mensen, of niemand wil het, en dat zou ook heel verdrietig zijn. Maar, daar komen we niet voor, jongens. Welkom. Laten we eerst beginnen met mijn houtwinkeltje. Kom, treed toe. Ja. Oh, zelfs Rick is er nog even, zo te zien. Zelfs Rick is er nog. Ik ben te laat. Oké, okay, nee. Ik denk dat jullie allemaal wel een beetje misschien teleurgesteld gaan zijn. Ik vrees het ook. Hij is al open, jongens. Oh, 19 uur, 7 uur dat ik gezet. Oké, okay. Ik heb geen schaar meer. Heeft iemand toevallig een schaarwijzer? Ja, Justin! Justin had een schaarwijzer. Kijk, jongens, ik verkoop één ding. Ik verkoop niet elk hout. En daarom zal de ceremoniële afbranding van Floor de winkeltje ook nog een grotere betekenis hebben. Daar weet Floor zo meteen ook nog niet van. Je hebt meer werkstoken, je bent er als het hout. Het is heel verdrietig, ik verkoop maar 3 soorten hout. Dan weet ik nu dat vast. Veel plezier in de winkel. Ja, kom binnen. Dat is echt heel erg. Ik ben in de wil nu. Kom binnen. Ik verkoop blaadjes, ik verkoop hout. En ik verkoop hierboven. Verkoop ik dirt en gravel voor de mensen die het willen. Welke 3 houtsoorten zijn het? Wel de belangrijkste. De belangrijkste. De dirt en gravel kisten zijn al leeg. Nee. Het is ongelooflijk. Die zijn niet leeg. Die zijn helemaal niet leeg. Die zijn gewoon vol nog. Ik heb. Die zijn gewoon nog vol. Nee, deze. Kijk wat een gezelligheid in de winkel. Goed hè? Gaan we naar buiten. Hoezo? Hoezo? Nee! Nee! Ik heb zo mijn best gedaan, jongens. Kom terug! Kom terug! Ik hoop op iets veel beters. Hoezo? Ik heb zoveel hout. Mijn ex is zelfs stuk gegaan. Ik heb zoveel hout verzameld. Wow. Hey! Helemaal naar was hier er een opening? Hey, Rick! Hey! Wat is hier jongens, maar goed. Floor,
Ja. Kan jij... Mag je eens komen? Wat heb ik gemist? Nee, we hebben niks gemist, joh. Oké. Ik heb helemaal niks gemist. Wat nou als... een poster, verder niet. Wat nou als jij gewoon... Een vette poster. De reserve... Kan ik er ook een poster op gooien? Rick, hou je mond eens! Sorry. Ik hoor je vanaf wie. Wat? Nu gaat hij het proberen, hoor. Nu gaat hij het proberen. Floor. Ja. Wat nou als jij het auto dat ik niet verkoop, ook gewoon daar gaat verkopen? Rapper niet doe het in. Gewoon, ja, maar... doe het in één winkel. Niet in. Ja, maar weet je wat het is? Mijn hout is zeg maar duurder en verkoop beter. Nee, maar dan... Ja, omdat... omdat jij geen hout hebt. Dan doen we dit gewoon, oké? Kijk eens naar beneden. Kijk eens naar boven. Ze heeft ja geknikt, jongens! Het is zover! Het mag! Het mag! Jongens, wie wil het doen? Ik heb een ceremoniële aansteker. Rick, ik vind het wel een taak voor jou. Ik wil het heel graag doen. Rick, okay, was een het is nu uit mijn handen, hè, Floor. Nee, Rick. Het is nu uit mijn handen. Rick, er is een officiële waarschuwing gegeven om het niet te doen. Ik wil ook wel even laten weten dat ik het niet accepteer. En de consequenties zijn voor jou. Als jij het doet. De consequenties? De consequenties. Oh, dat steekt alleen niet af. Ik zal het niet doen, man. Kijk, hout is fout. Hij gaat ervoor. Hij gaat ervoor. Ik heb het niet gedaan, hè, Floor. Floor, ik heb het niet gedaan. Ik had het uiteindelijk gedaan. Ik kan hem nog blussen, Floor. Ik krijg je hiervoor betaald. Ik krijg je hiervoor betaald. Jammer. Dit is echt jammer. Floor, ik had het ook echt afpikken. Ik heb de Via's er wel uitgehaald, Floor. Want anders... Oh. Dat was mijn voorgaande. Bluss het! Iemand, bluss het! Oh, nee! Ik hou met het water, ook. Oh. Sorry, Floor. Het spijt me. Floor? Ja? Wat een deal, toch? Nee. Wat een deal, nee. Toch? Wat heb je gedaan? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat heb je afgestoken? Er gaat iets ontploffen. Er gaat iets ontploffen. Er gebeurt niks. Oh nee. Huh? Waar gaat dit wat heen? Gebeurt er? Floor, wat heb je gedaan? Je hebt een hendel overgehaald. Waar gaat dit heen? Waar gaat dit systeem heen? Hij doet het niet. Hij doet het niet. Wat heb je gedaan? Hij doet het niet. Ik ga hier ook echt kijken. Oh, dat is een TNT! Oh! Nee, waarom doet dit nou niet? Ah, dat is jammer. Ik wil even een keer testen. Groot succes dit. Maar dat kan niet. Ik weet het ook niet, eerlijk gezegd. Moet hij in de fik? Het is nu ook buiten mijn handen. Ja, redden! Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Oh, Floor! Oh. Jee, wat een explosie. Jeetje. Oh, waar gaat het heen? Nee! Oh, ik schrok. Ik denk dat ik al heel dicht bij mijn winkeltje. Oh, mijn god. Maar waar ga ik nu mijn hout kopen? Ja, bij mij? Ik heb een hele houtwinkel. Maar wat is er precies nieuw? Want iemand heeft een lelijke schip. Ik weet precies hoe dit gaat. Nu heeft hij dit opgeblazen en dan krijgt iemand weer zo'n domme taak met fix het gat. Oh, goeie, wacht. Ik vind dat een taak op Pato. Maar nee. Rick heeft hem aangestoken. Nee, dat is niet waar. Nee. Zo werkt het niet. Ik zou het niet aan Rick overlaten, dan duurt het nog een jaar. Kom mee. Nee, maar Floor. Bij deze, dit hebben Floor en ik gisteren met z'n tweeën besproken. Vanaf nu verkoopt Floor ook haar hout bij mij. Dit hoorde allemaal bij de show, toch, Floor? Ja. Het is opgezet. Ja. Oh. Ja. En jij wou mij complimentjes geven. Jongen. Ik ga gewoon jatten, joh. Het verhaal is steeds beter. Oh, waarschuwing dat je eigen winkel opblaast. Ja, maar lijn ging naar jou, toch, hè? Ja, dat is bezig. Goed bezig. Kijk, die is al druk bezig. Dat is Char. Ik snap nou toch niet waarom het niet werkte. Maar goed, vanaf nu kan Floor ook haar hout verkopen in mijn winkel. Dus de winkel blijft voor altijd bijgevuld. Hoe goed is dat, jongens? Hoe goed? Onze krachten worden samengebundeld. Voor mijn prijzen, niet voor Floor de stinkprijzen. Wat is jouw aandeel dan, Max? Het wordt goedkoper. Mijn aandeel? De hele winkel! Is mijn aandeel. Mag ik nog één vraag stellen? Ja. Nou. Okay, jij bent natuurlijk piraat, dus je hebt natuurlijk dat schip. Maar waar is het de hoortinkgedeelte? Sorry, ik hoorde je niet. Volgens mij moest je niet zwemmen. Er komt een kelder. Toch, Floor, dat hadden we gisteren besproken. Echt? Ja, er komt een bijgebouw. Bijgebouw? Ja, we gaan uitbreiden. Er komt een bijgebouw. Oké, vet. En dat wordt Floor de gedeelte van de winkel. Dus dan is het één winkel. Hoeven jullie niet meer te klagen, weet je. Floor doet mangrove en weet ik wat. Jongens. Dames, dankjewel voor de komst. Dit was het. Het was een groot succes. Het was een mega succes. We hebben voor de winkel zou ik nog wel... Wie heeft de aansteker? Dit moet nog even weggebrand worden. Dit hier. Brand nog even weg. Dan is het een ceremoniële aansteker nog wel gebruikt. Die wil ik wel terug nog. Die ga ik echt nice. In een vitrinekastje ga ik die leggen. Kan ik altijd terugdenken aan dit mooie moment. Vet. Dat iedereen samen was, gezellig. En dat was het eigenlijk wel, dankjewel. Ga vooral winkelen. Er is hout. Er is echt stacks en hout ligt er binnen. Goed jongens, de winkel is
opnieuw open. De houtwinkel van Floor is opgeblazen. En Floor en ik hebben van tevoren helemaal niks afgesproken, oprecht niet. Dus het verbaast mij dat Floor de winkel heeft opgeblazen. Maar ik zal dit nu heel even hier neerzetten. Officieel heropend, zo. En ik denk dat er dan even een kelder of zo moet komen waar Floor haar mangrove houdt. Birch houdt. Het hout dat ik niet verkoop, mag zij dan gaan verkopen hier, weet je. Dat leek me wel een leuke. Dus dat zien jullie binnenkort wel verschijnen dat hier in één keer een kleine update is aan deze winkel. In ieder geval, ik heb al mijn hout weer bijgevuld. Dus mensen kunnen niet meer klagen over dat er geen hout is. En ik heb zelfs blaadjes en hierboven gravel en dirt. Hartstikke leuk natuurlijk. Goed, dan is dit een enorm succesvolle aflevering natuurlijk. Houtwinkel is opnieuw geopend en Wilbord gebouwd. We hebben natuurlijk mijn schedelberg afgebouwd. Oh ja, ik heb in de tussentijd trouwens ook mijn schep weer omgeruild met meneer KB. Hij heeft zijn schep terug en ik heb mijn shulkerbox met allemaal diamonds en weet ik veel wat allemaal troepjes heb ik ook weer teruggekregen. Dus daar ben ik ook weer heel blij mee. Oh, wat we trouwens ook nog hebben gedaan, dat had ik ook eerder deze aflevering verteld. En dat is al mijn kisten overal opgeruimd. Dus het is eindelijk ook een beetje netjes. Oh, wat ben ik blij dat dat eindelijk een keertje af is. Ik moet die beacon, moet ik wel nog even terugbrengen. Want die heb ik bij de winkel gedaan. Boom Boom heb ik gehaald. Dat is Beacon & Co. Die verhuren hun beacon en die heb ik nu al langer dan een dag. Dus ik moet hem eigenlijk even terugbrengen, want elke dag kost 1 diamond. Maar dat doe ik wel even buiten opnames. Komt helemaal goed. Laten we in ieder geval hier nu de video afsluiten op dezelfde plek waar we de video begonnen. In ieder geval, jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan ook lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content Veendeel. Hierin is ook van alles gebeurd. Een hele leuke video om even te kijken. En dan nu spreek ik later. Glaasje waterveld. Vier flesje bier. Tot de volgende keer.